Dames en heren, een bijzonder hartelijk welkom bij alweer onze tweede nieuwjaarsvlog in historie. Voorafgaand aan de eerste thuiswedstrijd van 2018 op zaterdag 13 januari om 6 uur tegen GVV bent u natuurlijk ook van harte welkom op onze nieuwjaarsborrel. Ik wens u allen en iedereen die VSB een warm hart toedraagt in het bijzonder een zeer gezond, respectvol, sportief en ambitievol 2018. De vereniging bloeit in alle geledingen. Dat gaf ik vorig jaar aan in onze nieuwjaarsvlog. En dat is een jaar later niet anders. We zijn een kerngezonde vereniging waarvan de basis onze saamhorigheid in voor- en tegenspoed is. Ook de wederom positieve jaarcijfers bevestigen dit. Dat geeft rust in de aanloop naar een nieuwe accommodatie waar met vereende krachten, aparte commissies en in goed overleg met de gemeente de voorbereidingen worden getroffen. Komende zomer hopen we te beginnen met de volgende fase, nu de eerste werkzaamheden rondom het sportpark in gang zijn gezet. Bijzonder was natuurlijk opnieuw de prestatie van ons vlaggenschip in het eerste jaar van de tweede divisie. Met opvallend genoeg voor het derde seizoen op rij het behalen van de achtste finales van de KNVB-beker. Iets wat geen enkele BVO is gelukt. Roda JC volgde in een heuse bekersfeer op ons eigen sportpark de Boekhorst. Ondanks de mooie bekersuccessen bleek de wisselwerking tussen de hoofdtrainer Mark Schenning en onze spelersgroep toch onvoldoende goed te werken en resulteerde dit helaas in zijn vertrek. In vervolg op het nieuwe jeugdopleidingsplan is ook een echte selectie voor zaterdag 1 gestart, als vervanging van het tweede elftal van de zondag. De eerste indrukken na een half seizoen zijn erg positief. Hetzelfde geldt bij de jeugd, bij elke week 52 teams strijden voor de winst. Maar belangrijker nog, met plezier het voetbalspelletje beleven. Sowieso zijn we blij dat de totale jeugd groeit en het damestak een soortgelijke ontwikkeling laat zien. Wij zijn eigenlijk ook best trots op ons in augustus gepresenteerde logo en daaropvolgende nieuwe website. Een website die beter past bij deze tijd, maar zich ook onderscheidt in bijvoorbeeld eigen teampagina's die alle informatie en speelvelden weergeeft. Ik sluit af door alle vrijwilligers en sponsoren bijzonder te danken en te prijzen voor hun betrokkenheid bij ons aller VVSB. We hopen dat we met de benoemde ontwikkelingen en ingezette koers gezamenlijk aan successen van onze dorpsclub kunnen blijven werken op alle fronten. Proost!